De rekenkamer mag haar verslag niet in de media bespreken. De verslagen worden openbaar gemaakt door die te plaatsen op de website. Dat is in de Nationale Assemblée besloten tijdens de behandeling van de rekenkamerwet in een openbare commissievergadering. Commissievoorzitter André Misikaba staat volledig achter de toevoeging in de wet. Intussen is in de media verschenen dat dit artikel als een beknotting wordt ervaren. De initiatiefnemers van de wet zijn Jennifer Geerling-Simons, Ousmane Wangsabissari en Jennifer Vreedzaam. Het ging onder andere over mediazaken, bureau, interne externe informatieverstrekking en mediazaken. Mediazaken wordt geschrapt omdat, net als wij ook een bureau communicatie en voorlichting hebben in de Nationale Assemblée, is het goed als de Rekenkamer ook in hun bureau een afdeling heeft die zorgt voor interne externe communicatie. Zoals we al bespraken, vinden we dat ter bescherming van de Kamer zelf, en zeker de voorzitter, de inhoud van de verslagen niet besproken wordt met de media, omdat de media alle toegang heeft tot het geproduceerde rapport. De Kamer doet het al, denk ik, maar heeft in elk geval de mogelijkheid om bij de inleiding een summary te geven, een samenvatting van de algemene bevindingen, een verkorte versie, zeg maar, in het rapport zelf, waardoor alle mensen van Suriname, van de website en via de Nationale Assemblée en via de media ook, want de media hebben ook toegang tot de website, kunnen vernemen wat er in het rapport staat. Geerling-Simons voerde verder aan dat de onafhankelijkheid van het instituut te allen tijden gewaarborgd moet zijn. Haar advies naar de Rekenkamer is om met een eigen informatieafdeling te komen voor zowel de interne als de externe communicatie. Echter is het wel degelijk goed dat de Kamer de informatievoorziening en de zeg maar, voorlichting naar buiten toe serieus neemt, omdat het ook belangrijk is dat de Kamer bijvoorbeeld meldt aan de media, kijk, het rapport komt volgende week uit of het rapport is uitgekomen of duidelijk aangeeft via de media zelf, van, aan de burgers, u kunt het rapport op de website vinden, et cetera. Dus het bureau heeft wel degelijk een informatie- en communicatieafdeling nodig. Maar daar hoeft dus niet specifiek een mediazaken, want dat is niet duidelijk wat daarmee bedoeld werd. Dat was dus DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons, tevens één van de initiatiefnemers van de Rekenkamerwet gisteren in het parlement.